Ja, hallo en welkom bij Boos, waar we boze mensen onboos proberen te maken. En soms zijn er moeilijke momenten. Oh, dat is politie. En soms zijn er gezellige momenten. Please leave a message. Hallo? En altijd komt het goed. Hey. Hey, en deze week is daar Thomas. En Thomas, jij bent boos, hè? Bijzonder woest. Op wie? Changes van Ralf Mamadeus. Ja, hallo allemaal. Welkom bij alweer een vierde aflevering in deze reeks van Boos met Pak de Macht. Yes. En in deze aflevering gaan we het hebben over een oude bekende. Ja, dit is hem. Ralf Mamadeus. Met een goed hart en ook een steenrijke ondernemer en eigenaar van woonconcept Changes. We maakten daar al eerder een aflevering over, want Ralf dacht, weet je wat? Ik lok jonge huurders met allerlei beloftes waar ze dan voor moeten betalen. En die lever ik dan bijvoorbeeld helemaal niet. En ik laat ze ook nog kosten betalen die helemaal niet mogen. Vinden we dat een goed idee? Nee! Dus onthoud deze man, Ralf Mamadeus. Iemand die jonge mensen in een wooncrisis naait, tegen journalisten ligt, maar zelf vooral vindt dat hij de Robin Hood van deze wooncrisis is. Nou, lieve vrienden, daar gaan we. Een heugelijke dag. Is dat zo? Nou, het is eigenlijk jammer dat het weer zover is. Dat het nodig is. Vandaag zijn we hier weer met deze man, Thomas. Hallo, gegroet, Tim. Jij bent boos? Ik ben zeker boos. Alweer furieus. Met jou veel meer mensen en het is wel weer echt serieus. Ja, zeker. Zeker. We zijn beland weer bij Changes. En zoals gewoonlijk zaten we te genieten van onze avond, viel het nieuws dat wij een narekening kregen voor 2021, de servicekosten. Nou, normaal gesproken is dat een paar tientjes terug of erbij. En dit keer was het wel geteld €593,98. Dus je krijgt inderdaad een naheffing servicekosten van 600 piek. Ja. Opeens zeggen zij nog 600 piek extra erbij. En hoe staat het verder van het pand waar jij woont? Dat is best, hè? Het is Nieuw-West, zeker. Ja. Nou, het hek is al meerdere malen stuk geweest. Het is al een paar keer een buurthuis geweest bij ons. Dat betekent? Nou, dat de hangjongeren komen. Die gaan de poelen, maken er een bende van. En doet dan, waar is dan de huismeester? Waar is dan de... Nou ja, die werd uiteindelijk gebeld en die kwam het opvegen. Maar de muur is ook nog steeds vies. Maar je kan niet anders. Waar moet je gaan wonen dan hier? Ik weet het echt niet meer. Nee. Kan jij het betalen, die 600 piek? Ik kan het betalen, maar wil ik het absoluut niet. Van, nee. Ik weet niet waar die kosten vandaan komen. Heb je dat gevraagd? Natuurlijk, iedereen vraagt het. En wat zeggen ze dan? Ja, mag je inzagen moment. En, heb je dat gedaan? Ja, tuurlijk. We kunnen er geen kaas van maken. Ik krijg gewoon een blok met droge cijfers. Het is een boek nog groter dan de Bijbel en de Koran bij elkaar. Ik kan het niet volgen. Ik mag het niet meenemen. Van, stel je voor dat ik een accountant daarna laat kijken die er verstand van heeft. Nee, dat mag niet. Hebben jullie nog in de tussentijd iets gehoord van Wilco, Ralf Mamadeus, Changes, iemand? Nee, we krijgen nu opeens community-e-mails binnen over ja, een filmavondje en zo. Wat wil je nou eigenlijk van ons? Geld. Dus dat zij gewoon zeggen die €600 opbokken? Wat ik feitelijk zou willen is dat zij gewoon zeggen, luister, oké, we hebben het fout gedaan. Hier heb je je centen terug, vanaf nu gaan we het goed doen. Maar we kunnen het allicht gaan vragen eventjes. Als het je lukt om ze te spreken te krijgen. Waar komt die 600 piek nou eigenlijk vandaan? En waar moet die 600 piek naartoe? Toch? Dus waar gaat dat geld dan heen? Ja, dat bedoel ik. Ja, hoe berekenen ze dat nou eigenlijk? Ze beweren dat het... ze beweren dat het komt door die... We hadden voorheen die communitykosten. Ja. Nou, de rechter heeft gezegd... Wat is dit? Ja. Als je het kan rechtvaardigen als servicekosten, mag je het zo onderbreken. En daarvan hebben zij gezegd, we wachten op de uitspraak van de huurcommissie. We gaan niet naar de rechtbank. En uiteindelijk gaan ze toch naar de rechtbank. Dus resumerend. De bewoners van Changes krijgen nu een afrekening van €600 ongespecificeerd. Dus men weet weer niet, waar komt dit vandaan? Waar betalen we eigenlijk voor? Changes is heel ingewikkeld met de boeken. In het gebouw zijn weer allerlei flas, in ieder geval in Nieuw-West. Maar wij zullen de mailbox nog even bijtrekken over de rest. En uiteindelijk is er niks veranderd en is het eigenlijk alleen maar erger met €600 onder de streep in de min. Dus wat we willen is 600 piek. In ieder geval weten waar het vandaan komt, waarom je die kosten moet betalen en anders weer ze gaan terug. Of niet hoeven betalen. Het liefst betaal ik ze niet, tenzij het rechtvaardig is. En ik wil mijn geld terug van de vorige keren nog, van de vorige jaren. Ja. Waarvan de rechter heeft gezegd dat het toch wel, hè? Vorige keer was het iets minder stellig, maar nu toch wel, hè? Nu is het gewoon klaar, hè? Mijn geduld is op. Geduld is op. Mijn geduld is helemaal finaal op. Goed, wij willen dus of Ralf Mamadeus of Wilco of in ieder geval iemand hoog in de boom bij Changes. Ja. Maar eerst even een tijdlijntje. Wat is in de tussentijd gebeurd
En hoe zat dat ook weer? Let op. Ja, even terug naar april dit jaar. Toen waren we ook al bij woonconcept Changes van Ralph Mamadeus. En dat bleek een rotzooi. Allereerst lieten sommige panden nogal te wensen over op het gebied van veiligheid en woongenot. Verder werden de huurders op kosten gejaagd, onder andere voor beloofde services die zij nooit verleend kregen. De manier waarop die kosten in rekening waren gebracht, namelijk via een zogenaamd dienstencontract, werd ook nog eens nietig verklaard door de rechter. En Changes verplaatste de kosten vervolgens naar de servicekosten, die daardoor werden verdrievoudigd. En ging je daar als huurder tegenin, dan trapte Changes jou gerust je woning uit. Op een besloten Facebookpagina schreef ze een kritisch stuk over haar contact met Changes. Maar dat had ze misschien beter niet kunnen doen, want haar huurcontract werd opnieuw opgezegd. Nou, op servicekosten mag je niet verdienen. Changes moet transparant zijn over deze kosten en is dat niet. Wij mochten voor vorige uitzending langskomen voor een inzage in die kosten, maar zagen daar onder andere dat Changes zichzelf factureert. Weet je aan wie die kosten betaald worden voor infrastructuur management? Doe een gokje. Aan Ralph, want Estate Connect BV is van Ralph. Klopt. Ja. Ja. Denk bijvoorbeeld aan die €5700 per maand voor een huismeester, betaald aan een BV'tje uit dezelfde holding van Changes-eigenaar Ralph. En waar dat geld dan precies aan wordt uitgegeven, ja, dat is dus nergens te zien. Hoe zei CFO Wilco dat ook alweer? Dat kan je hier niet zien. Nee. Ah ja, nou dat mag dus niet. Nou, sinds die uitzending zien we dat Utrecht niet meer met Changes wil werken. En sleepte Changes ook nog eens Stichting Woon voor de rechter, omdat Woon sprak van intimidatie jegens bewoners door Changes. Nou, de rechter zei daarover... Ja, Ralph, Wilco, Woon mag gewoon spreken van intimidatie in deze, want het lijkt daar toch verdacht veel op. En wat doe je dan als je huurders opzadelt met onterechte kosten, bewoners intimideert, de boel bij elkaar ligt en er wordt dan over geschreven of, zoals door ons, gemaakt? Beloof je dan verbetering? Nee, natuurlijk niet. Dan heb je het vooral zelf over... Hoe zielig je bent. Los je niks op en zadel je je huurders met nieuwe kosten op. Bijvoorbeeld 600 ongespecificeerde euro's, zoals Thomas net al vertelde. En dat noemen we dan... Goedheid van Change is... Nou, door dit alles bij elkaar waren niet alleen bewoners, maar ook andere bronnen het helemaal zat. En dus ontvingen wij wat interessante info van binnenuit. Let op. Oké. Vrienden, jullie denken, wat moeten we in deze donkere kelder aan die blauwe tafel? Nou, het volgende, let op. Wij maken iets over Changes. Hebben we natuurlijk al een keer eerder gedaan. Daaruit bleek dat de kosten die zij maken vrij ingewikkeld zijn om te bepalen. Maken ze nou winst of niet? Klopt en deugt het allemaal wel? Maar er is nog iets. Namelijk, en dat is wel spannend, iemand heeft zich bij ons gemeld. Die heeft allerlei stukken... vanuit de organisatie van Changes aan ons overleverd. Ja. Gewoon omdat diegene zei, luister eens, wat daar gebeurt, dat klopt niet. Misschien zou je dit even moeten lezen. Dan hebben we het over notulen van vergaderingen. Dan hebben we het over wie verdient nou eigenlijk wat. Wat zijn de contracten, wat zijn de voorwaarden? Hoe communiceren zij naar bewoners, et cetera, et cetera. Ja, heel veel. Wij gaan dat nu voor jullie doorspitten. En daarna horen jullie wat onze bevindingen en conclusies zijn. Maar eerst gaan wij dus in verboden stukken zitten. Kijk, wij mogen dit natuurlijk helemaal niet hebben. En daar hebben wij zin in. Dit is zo gierig. 28,38 wordt gecommuniceerd als 30,40. Ja. Dan heb je het gewoon over 3 ton die ze eigenlijk bij elkaar... Voor lucht. 3 ton in lucht. Voor lucht, ja. Zeg maar. Wauw. Hij is 2 keer de directeur. Ja. Nee, weet je nog dat deze motherfucker zei in die... Nee, het is, kijk, het is geen goed doel, maar het is echt voor de samenleving. Ja. Ja. Hier, dat vermogen is 3 jaar... En hij had al dat geintje met dat hij dat pand verkocht voor 80 miljoen. Ja, ja. Miljoenen. Overeenkomst van Ralph. Oh, dit is inderdaad. Ja. Oh, we kunnen nu zien waar die ton uitgeeft. Ja, en huurtevredenheid moet omhoog, want ze willen... juridische kosten drukken. Juridische kosten drukken, ja. Heel veel getallen, heel veel voorwaarden en notules uit vergaderingen, et cetera, et cetera. Al onze bevindingen en onze conclusies, die gaan wij voor jou op een rijtje zetten. Ja. En daar ga jij nu naar kijken. Let op. Ja, over die stukken. We hebben even op een rijtje gezet wat volgens ons en een stel boekhouders en fiscalisten de meest opvallende bevindingen zijn. Let op. Allereerst lezen we in een notule van een vergadering eind 2021 dat...
Changes in 5 jaar tijd €1 miljoen zou hebben besteed aan advocaatkosten. €1 miljoen. Verderop lezen we in een tabel met doelstellingen dat Changes meer tevreden huurders wil. En dit is niet per se heel urgent voor ze, want op een lijst met 5 doelstellingen staat het op de 5e plek. En dat het er überhaupt op staat, heeft als reden het verminderen van kostbare en tijdrovende juridische procedures. Kortom, Changes wil niet dat hun huurders lekker wonen. Nee, ontevreden huurders zijn vooral gewoon heel erg duur. En dan blijkt uit stukken dat nieuwe huurders van Changes Utrecht Leidsche Rijn keihard zouden zijn voorgelogen over de grootte van hun studio's. We lezen het hier, in een notule van een jaar geleden. 28 en 38 vierkante meter wordt gecommuniceerd als 30 en 40 vierkante meter naar nieuwe bewoners toe. En dat is ook nog te lezen op de website van Changes. Kijk. Dus stel, je denkt dat je een huis huurt van 30 vierkante meter. Nou, dat kost dan €633,25 per maand. Per vierkante meter is dat €21,10. Maar in feite huur je dus 28 vierkante meter. En dat is een verschil van €1,50 per vierkante meter. Nou, als je dat keer 28 doet, betaal je per maand opeens €42 meer voor je woning dan je eigenlijk zou denken. En doe je dat dan keer 12 maanden, kom je per jaar uit op €504 extra. Nou, als je dat weer doorrekent over de 600 bewoners die in dat pand wonen, dan zou je zomaar een som kunnen maken die oploopt tot 3 ton te veel betaalde euro's per jaar. En dat gaat uit de zakken van de huurders rechtstreeks in de zakken van Ralf Mamadeus. Ja, en dan hier een kleine plot twist. En dat gaat over de huismeester. De vorige keer kwamen we er dus achter dat Changes zichzelf per maand €5700 factureert voor een huismeester op de locatie Amsterdam Nieuw-West. Nou, wij vroegen, is €5700 per maand voor een huismeester niet een beetje veel? Ja, maar, zei Changes toen, en we quoten, 1 persoon kost meer dan alleen wat hij aan salaris gestort krijgt. Hoeveel van die €5700 dan salaris was, wilden ze niet vertellen. En onthoud, Changes mag niet verdienen op die huismeester, omdat dit valt onder de servicekosten. Maar nu komt het. In de stukken konden wij toevallig wel het salaris van deze huismeester zien. En die huismeester verdient, let op, €26.244 bruto per jaar. Terwijl er dus 12 keer 5700 is €68.400 per jaar aan die huismeester wordt betaald via servicekosten. En dat betekent dat er een gat overblijft van €42.156. Een gat dat nog groter is dan het salaris zelf. Wat dus zou gaan naar overige kosten rondom die huismeester. Nou, wij hebben dit even langs wat boekhouders gestuurd en die zeggen eigenlijk, nou, het lijkt er hier heel sterk op dat er gewoon winst wordt gemaakt. En dat, lieve mensen, mag dus niet. Hè? Dus best logisch eigenlijk dat Wilco in ons eerste gesprek liever niet open was over dat salaris van die huismeester. Jullie betalen voor een huismeester en die kost €5700 per maand, de huismeester. Ja. Een persoon kost meer dan alleen wat je aan salaris kost. Oké, maar, wat verdient die huismeester? Ik ga niet praten over salarissen van persoon. Want, met andere woorden, het lijkt er dus heel sterk op dat Changes, en dus Ralf Mamadeus, hier wel degelijk verdient aan de servicekosten. Ai. Oké, we blijven even bij salarissen. Want wij zien het volgende. Zowel een kind als 2 stiefkinderen van Ralf Mamadeus werken binnen Changes. En zij verdienen heel veel geld, maar echt aanzienlijk meer dan hun collega's. Namelijk een jaarsalaris van €162.000 bruto en forse onkostenvergoedingen. En daar zijn wat bijzonderheden aan. Allereerst, we horen van verschillende bronnen dat een van die stiefkinderen helemaal niet bij Changes werkt. Deze persoon staat ook niet in het functiehuis en heeft voor zover wij kunnen zien ook geen bedrijfsmail. Dan het kind van Ralf. Deze krijgt in die tijd dat enorme salaris voor de functie marketing manager.
maar wordt een tijdje betaald vanuit de BV Eten bij Mama. Dat restaurant in Nieuw-West dat nooit openging. Dat is raar. Nou, kortom, per jaar kosten deze kinderen bij elkaar bijna een half miljoen euro. Een half miljoen euro betaald door de huurder. Dan dit. Gewoon om even te laten zien hoe idioot het is. We hadden het er al even over in onze eerste uitzending. Changes factureert feitelijk zichzelf voor heel veel maandelijkse kosten. Nou, als je nou wil weten hoe gek dat eruit ziet, kun je dat hier zien. We hebben namelijk een contract uit de stukken gevist. En dat contract ziet er zo uit. Kijk, directeur Ralf en directeur Ralf zijn samen tot een overeenkomst gekomen. Hier, twee handtekeningen van directeur Ralf. Dus met andere woorden, Ralf doet zaken met Ralf. Dat wisten we al, maar we wilden je gewoon even laten zien hoe dat er ook weer uitziet. Goed, er zijn nog een heleboel details waarvan zowel boekhouders, accountants als fiscalisten tegen ons hebben gezegd: dit zaakje stinkt. Het zou zelfs lijken op creatief boekhouden. Er missen bijvoorbeeld jaarrekeningen bij een aantal BV's onder Changes, wat wettelijk ook niet mag. En nergens zijn specificaties van de servicekosten te vinden. Kortom, er gaat hier ontzettend veel mis. En waar Changes zich dus in juridische kosten werkt, bewoners uitknijpt en voorliegt en enorme salarissen aan familieleden van de toch al steenrijke eigenaar uitkeert, word je als huurder rustig je woning uitgetrapt als je doet waar je recht op hebt. Namelijk niet zomaar dokken als een multimiljonair zegt: geef mij eens 600 ongespecificeerde euro's van je zuur verdiende geld. En dus dachten wij, tijd voor een nieuw setje vragen. Ja, en met al deze info op zak gaan wij weer op zoek naar Ralf Mamadeus. Want hoe zit het nou bijvoorbeeld precies met die 5700 euro voor een huismeester? Vorige keer zeiden ze dat daar meer kosten onder vielen, zoals bijvoorbeeld bewonersbegeleiders. Alleen, we hebben daar nog steeds geen bewijs van gezien. En hoe zit het met die 600 euro van Thomas en de andere bewoners? Genoeg vragen dus. Daar gaan we. Goedemorgen. Hallo. Wij komen voor of voor Wilco of voor Ralf Mamadeus. Ja, dankjewel. Zo vaar zo goed. Hé, dat restaurant, hè, dat Mama, Eten bij Mama bij jullie. Ja. Is dat wel eens, dat is nooit echt open geweest, toch? Jawel, het eerste jaar wel geteld in testweken open gebleven. Dat is boeiend, want die dochter krijgt dus uitbetaald via die BV. Kreeg in ieder geval. Of kreeg. Even kijken om het hoekje. En hier hebben wij geen pasje voor, hè? Nee. Ja, of die. Kut, kut, kut. Het is laat. Komt er iemand, weet je dat? Ja, ik heb net verbeld, mijn collega is onderweg. Oké, top. Ja. Oké, thanks man. Thanks. Rustig aan. Nee, wil je er niet te woord staan. We zijn wel lang binnen. Ja, we hebben de 4 minuten wel gehaald hoor. Ja. Hi. Ik ben zojuist weer gebeld door mijn collega. Wilco en Ralf zijn beide niet aanwezig momenteel. Oké. Okay. Dus die hebben een verzoek gedaan of we dat per mail dan een afspraak zouden doen. Oké, ja, is goed. Dan gaan we ze even mailen slash bellen. Ja. Oké, goed. Dankjewel, hè. Fijne dag. Hoi. Goed, de vraag of wij onze vragen weer mailen. Maar vorige keer kregen we een mail met veel tekst, maar geen bewijs. En dus besluiten we om toch nog zelf even te kijken of Ralf er niet echt wel is. En op uitnodiging van een bewoner kunnen we toch nog even het gebouw in. Kunnen we dan bij de kantoren komen van de directie? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Dat is een beetje de 10 dan. Maar de eerste gaan we tot de 9. Dat is even zien. Waar we uitkomen. Ja. Op 9. We moeten dus naar 10, maar daar gaat hij niet heen. Nee, dus we moeten hier even eruit. Ja. Hey, dankjewel. Of moeten we daar nog heen? Oké. Okay. Er zit nog een deur tussen, dus dat hoor je niet. Oké, mag ik een telefoon? Ja. We hebben toch ook het nummer van Ralf, of niet? Zeker.
Ja. Waar is Ralf dan? Laten we even over bellen. Ja. Oh ja. Goedemiddag, Ralf Amadeus. Hi, Ralf Amadeus. Ik spreek met Tim Hofman van BNNVARA. Hallo Tim. Hi, hallo. Hey, we zijn op zoek naar jou of naar Wilco, of het liefst naar jou natuurlijk, omdat we nog wat vragen hebben die we hebben over changes. En wij hebben, nou laat ik het zo zeggen, een bestand gekregen met notulen uit vergaderingen, salarisspecificaties en BV-verdelingen van jullie gehad. En daar hadden we wat vragen over. Tim, ik ga niet in op jouw vragen. Waarom niet? En de reden daarop is, de laatste keer heb ik jou gewoon in alle eerlijkheid en openheid ontvangen. Ja. Je hebt een filmpje gemaakt die inhoudelijk nergens op zoek. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is niet waar hoor. Het ligt niet aan ons. Van 30 minuten die inhoudelijk eigenlijk niks weerspiegelde, gewoon eigenlijk... Nee, omdat je aan het liegen was, Ralf. Omdat je aan het liegen was. En dat betekent dus, Tim, dat ik jou niet te woord ga staan. Ik heb nu volgens mij zit het dicht op je huid. Geen programma's, ja, die feitelijk juist zijn en waarheidsvinding... Nee, ik denk niet dat het zo is. Als je dat niet doet, dan heb je geen boodschap aan je. Nee, maar Ralf, ik heb hier letterlijk notulen uit vergaderingen. Oh, dat vindt hij niet leuk, hè? Het ligt aan ons. Ja, natuurlijk ligt het aan ons. De laatste keer dat Ralf en Changes zeiden... nee, dit moet van een website af. Dat was bij Stichting Woon. Ja. Over dat hij zou intimideren. En toen heeft de rechter gezegd... nou, nee, dat klopt wel. Ja. De persoon die je probeert... te bellen... is klootzak. Oh shit, hoe weet zij dat? Wow, bizar. Bizar dat je dat weet. Ik ga gewoon heel vaak bellen. Het hoger beroep wat hij niet ging instellen, wat gewoon nu ligt. Man is alleen maar aan het liggen. Het is ongelooflijk. Juist. Leuk dat Ralf zelf over liegen begint, want we hebben toevallig al zijn leugentjes uit de vorige aflevering even op een rijtje gezet. Dus de rechter heeft gezegd, feitelijk moet ik dat terugbetalen. De rechter heeft ook gezegd, maar je mag die kosten met terugwerkende kracht in de servicekosten stoppen. Ik bel jou, maak even een afspraak en dan gaan we samen er doorheen. Geen Ralf? Ralf is verhinderd. Verhinderd? Ja. Zit je aan het licht tegen mij of niet? Ik zit... Ik weet niet wie zegt dat die beloftes gemaakt zijn. Maar... ik heb daar de eerste dienst van in het allerbegin. Ja. We gaan met elkaar langs. We gaan dat oplossen. Is hij langs geweest? Nee, de CFO en de manager die zijn wel geweest. En die gaven aan dat hij verhinderd was. Je gaat wel een hoger beroep. Ja, wij gaan niet een hoger beroep. We wonen hier zo wel op onszelf. Op een toch fijne manier waar je in Amsterdam dat niet kunt vinden voor deze kosten. Ralf heeft voor een keer de hele boel in elkaar zitten liggen. Weten jullie, hè? Nee. Dat weet ik niet. En weet jij wel, toch? Ralf heeft niets bij elkaar gelogen. Je wel? Dus hij heeft wel alles bij elkaar gelogen. Kunnen we het zo over hebben ook? Oké, laten we nog even een rondje gaan zoeken. Ja. Ralf wil nog niet praten. Wilco is waarschijnlijk nu huilend iemand aan het bellen. Oh nee, daar zijn ze weer. Ja, Ralf. Dat geeft niks. Huilen is goed, ook als man. Ja. Maar laten we even een rondje zoeken. Ja. Nee, maar dit is een brand, dus we moeten er gewoon 10 naar beneden lopen dan. Yep. Oh nee. Oh shit. Oh nee. Zitten we vast in een changespad? Ja, we komen het traphuis niet meer uit. Ja, wij zoeken nog even naar de uitgang. En zodra we die gevonden hebben, wacht ons daar nog een verrassing. Oh, dat is politie. Echt? Hallo. Komt hier mee? Ja, Sissi. Ja. Hoi. En die collega's, waar zijn ze? En die voor ons, denk je? Nou, ze deden weinig met ons, dus ik denk het niet. Ja, dat zijn ook niet. Nou ja, iemand heeft ons ook gewoon binnengelaten en we zijn niet weggestuurd. Ja, daarom. Hoe komen we hier nou weer uit? Moet je echt elke keer een pasje voor... Ook als je naar buiten... Wil jij de deur... Oh, je bent een held, dankjewel. Zelfs als je naar buiten wil, wat als er een noodgeval is dan? Oh, dan kan je daarop drukken, oké. Oh. Ja, goed. Nee. Ja? Even voor jullie spreken. Waarom? Omdat ik heb identiteit vast. Maar, want? Omdat er is een belgroep. Wij willen weten hoe het zijn. Ja, wij zijn journalisten. Is er nog vaak identiteit kwijt? Ja, ligt in de auto. Dat is daar. Maar ik wil wel graag weten waarom, want ik doe niks wat niet mag.
Heb je enig idee waarom we gebeld zouden kunnen zijn? Nee, absoluut niet. Daarom vraag ik het ook. Ja, ja, absoluut niet. Ik heb echt niks gedaan. Ik ben niet weggestuurd. Ik ben niet gevorderd. Ik weet hoe het gaat. Gevorderd het pand uit te gaan. Iemand die hier woont heeft ons netjes binnengelaten. We zijn ook niet boven weggestuurd. We zijn niet langer gebleven. Degene die jullie ook mee wilden praten, die nu binnengelaten? Nee. Wij zijn binnengelaten door een bewoner. Die wilde ons een rondleiding geven. Het is goed om heel even nog hier te blijven. Wij het verhaal aan horen. We kunnen even met één iemand... Zeker, ik ben heel benieuwd wat het verhaal is. Helemaal goed, ja hoor. Nogmaals, we hebben alles gefilmd. Dus dat... Zouden ze dan hebben gelogen? Dat denk ik, ja. Ik denk dat ze hebben gelogen over wat er hier gebeurd is. Ze hebben dus de politie gebeld en gezegd dat we gevorderd zijn het pand uit te gaan. Nou ja, wij maken het programma heel lang, dus... Als we gevorderd worden, dan gaan we het pand uit. We zijn niet gevorderd het pand uit? Nee, helemaal niet. Niks aan de hand. Niemand heeft ons gewoon binnengelaten. Er is niet gezegd, je mag niet filmen. Er is niet gezegd, je mag niet zijn. Er is niet gezegd, je moet hier weg. Dus een van de kneus heeft hier gebeld met de politie. Wie zou die kneus zijn? Ik weet het niet. Nog meer politie. Oh, een busje. Wat er nu gezegd wordt, ik weet niet of jullie dat kunnen horen hierboven. Dus ja, ze moesten mailen, maar nogmaals. Verder is er niet gezegd dat we moeten weg of zo. Zelfs door de chef niet. Ja hoor, we zijn aan het wachten op hun verzoek. Ja, staan boven. Hoe lang zijn we hier in het pand, als ik vraag? We waren op zoek naar de directeur. Ja. Voor een reportage, voor een deel 2 van iets wat we gemaakt hebben. Dat was het eigenlijk. Verder niks. De mensen hier willen jullie dus niet in het pand hebben? Nee, maar dat hebben ze ons niet kenbaar gemaakt. Oké, ze hebben in principe wel gezegd dat de deur voor jullie open is en dat jullie gewoon naar buiten kunnen gaan. Nee, dat hebben ze ook niet gezegd. Hebben ze dan niet duidelijk gezegd, maar bij deze... Dat is goed, ja. Nee, helder. Zover was ik inmiddels. Ja. Ja, helemaal goed. Ja, die moeten zijn, maar weer open. Ja. Gaat die open? Ja, top. Oké. Even tassen meer kleuren. Even heel even wat hier gebeurd is. Het huis Vredenburg, maar het is hier zo niet gevorderd om weg te gaan. Bla bla bla. Ja. En Ralf hebben we dus ook gesproken. En die heeft vooral vindt dat wij liegen. Ja. Dus einde uitzending. Geintje, we gaan even zoeken waar die is. Even naar Ralf toe? Toch, zullen we dat even doen? Laten we dat doen. Helemaal goed. Zonder van die uren van de dienders. Ja, vind ik ook jammer. Ja, aardig lui over. Omdat we Ralf toch nog in persona ons setje vragen willen voorleggen, besluiten we hem op te gaan zoeken bij het adres dat we in de KVK kunnen vinden. Hij zou daar wonen. En eenmaal daar aangekomen zien we meteen ook het verschil in kwaliteit tussen het verblijf van Ralf en een huurder van Changes. Is dat hem? Het is hem. De kroon op het berg van deze wijk. Dit is ergens, hè? Even kijken. Is dit ding? Ja, dit ding, ja. Ja, echt. Dat is hem. Ik zeg al hele zooie auto's. Ja, er staan een paar dure auto's in de partij, ja. We zijn beland in een vrij pittig wijkje. Veel grote huisjes, hè? Je hebt net onze reactie al gehoord toen we het huis zagen. Het gaat er dus om, we gaan hem even vragen hier, hoe zit het? Maar kun je ook gelijk even zien hoe hij woont? Kijk, nou mocht je je afvragen hoe onze Ralf Mamadeus zelf woont, dat is zo. Kijk. Een enorm statig witte villa in een villawijk. Ik zie alleen geen bel. We kunnen er niet in en ik zie geen bel. Even kijken of ergens een deurbel zit. Ja. Er zit nog zijn stuk... Oh, wacht eventjes. Oh, kijk eens aan. Hé, wat is dit dan? Laten we het even opnieuw doen. Dit is nummer... Oh, dit is... Holy shit. De oprijlaan. Dit is de oprijlaan. Holy shit. Oh, dat was de achterdeur. Ja, laten we dan schamel. Even opnieuw... Die wordt helemaal gek. Oeh, die ziet jou ook staan, even een klein... Anders doe jij het eventjes. Please leave a message. Hallo? Ben ik nu een bericht aan het achterlaten?
Hallo Ralf. Is Ralf er? Mogen we Ralf heel even spreken? Dat zou heel fijn zijn. Ja, het is de slechtste voicemail die ik ooit heb achtergelaten, maar... Kom, we gaan hem even bellen. Ja. Kijk, daar gaat hij. Nog even bellen met Ralf. Hoe lang? Hoe we er precies na zaten dan. Heb jij gewoon geblokkeerd? Ja. Goedemiddag, Ralf Amadeus. Hi Ralf, je spreekt nog een keer met Tim. We waren benieuwd wat precies de leugens uit vorige uitzending waren. Oh, hij heeft opgehangen. Echt meteen? Dat was wel heel snel. Oh. Nou, dat is jammer. Ik was echt benieuwd daarnaar. Ik ook. Ralf. Heel veel schelden, maar inhoudelijk homa. Ja, heel weinig inhoudelijk. Liar, liar. De persoon die je probeert te... Nee, Wilco neemt echt niet op vandaag. Die is helemaal uitgetuned. Oké. Ralf, luister. Wees nou even gewoon niet zo'n klein kind. Kom met ons praten. Wilco, als je dit ziet, kom met ons praten. Laat ons zien wat de jaarrekeningen inhouden. Laat ons zien hoe de servicekostenverdelingen zijn. Geef ons details, geef ons specs. Bewijs dan aan ons dat jullie niks verdienen aan waar je niks aan mag verdienen. En leg ons uit waarom je kosten steeds omhoog schroeft. En waarom je zoveel ligt. Best veel vragen eigenlijk. Ja, ontzettend veel vragen. Hoe zit het eigenlijk met je kinderen in dienst? Je krijgt van ons de gefeliciteerd met je huis, Ralf, oorkonde. Omdat het zo fucking enorm is. En waar jij mensen wijs maakt dat ze op 30 vierkante meter wonen in Leidschrijn. Terwijl dat 28 is. En daarvoor laten betalen. En alle andere dingen die je doet, zijn we in ieder geval blij voor jou. Dat jij in deze enorme villa met enorme oprijlaan woont. Gefeliciteerd met je huis. Voor deze uitzending spraken we meerdere ingewijden van Changes en Ralf Amadeus. In het kader van Wedoor hebben we Ralf Amadeus nog een aantal vragen gemaild. Deze kun je vinden in de beschrijving. We kregen in ieder geval antwoord van een advocaat. En deze schreef ons bijvoorbeeld op hooghartige toon dat de vraag over die €5700 voor de huismeester al beantwoord was na vorige uitzending. En dat we zelfs dat papierwerk in hebben mogen zien. Het probleem is alleen, nergens kregen wij duidelijke kostenspecificaties te zien. Ook niet toen wij om bewijs vroegen. Wel wees hij ons op de verrekende BTW. Maar dat gaat slechts, zoals hij zelf zegt, om 1/5 van de kosten. Over de afmeting van de appartementen schrijft de advocaat de door Changes aangegeven maten. Kloppen gewoon, u bent welkom met een rolmaat om het zelf na te meten. Nou, de stukken die wij in handen hebben zeggen anders. Namelijk dat er in een interne vergadering is besproken dat men hier blijkbaar over gaat liegen. Op de vraag waarom de jaarrekeningen niet zijn ingediend krijgen we geen antwoord. Ook mogen wij deze niet inzien. Wat er verder gelogen was aan onze vorige uitzending kunnen ze ons ook niet vertellen. En over de salarissen van Ralfs familieleden willen ze het niet hebben. Waar de naheffing van €600 voor nodig was, blijft evengoed onduidelijk. Ergens komende tijd buigt de huurcommissie zich over de servicekosten van Changes. In de tussentijd kun je de correspondentie tussen ons en Changes lezen in de beschrijving. Ja, fijn dat je keek. En denk je nou, ik wil nog meer kijken? Dat kan. Aanstaande zondag gaan we verder met Pak de Macht. En dan gaan we nog even door een ander onderdeel van deze wooncrisis, namelijk de bouwgrondmarkt. En verder gaan we het hebben over roken. Deze zondagavond om 10:00 op NPO 3. Tot dan. Hallo vrienden. Nee, grapje. Hallo vrienden, nog even de boodschappen. Namelijk, abonneer op ons kanaal. We gaan heel strak naar 900.000 toe. Daarna kunnen we voor 1 miljoen gaan. We hebben jullie er graag bij. Vergeet de video niet te liken. Je kan een reactie achterlaten. Instagram. Oh, die is leuk. Boos@bnnvara.nl. Nee, dat is ons mailadres. Dat is ons mailadres. Laat maar weer hangen. @boos@bnnvara. @boos@bnnvara. En nogmaals, we horen je graag. @boos@bnnvara.nl. Volgende week zijn wij er. Weer. Precies, tot dan.